Ik vind het leuk om aan haren te zitten en om een model te geven. En het maakt me ook weer wat rustiger. Vergeet ik alles wat er is gebeurd vandaag. En daarna probeer ik gewoon de klant die ik doe, probeer ik zo blij mogelijk te maken. Charlie weet het al een tijdje. Hij wil kapper worden. Door school. We gingen eens een keer praten wat willen we laten worden. En toen kwam ik ook op het idee kapper te worden. Ik knip al mijn broertje, mijn opa, mijn vrienden en mijn broer. Charlie gaat zelfs viral met haren doen. Op TikTok heeft deze video al bijna 5 miljoen views. Hij krijgt hier les van een bekende kapper uit Rotterdam. Ja, mijn vriend, die zei opeens, je bent echt beroemd geworden. En toen dacht ik echt, en toen liet hij mij laten zien. En wat zag je toen? Echt heel veel views. Dit is Jan-Pieter, hier heb ik op geoefend. Eerst had hij heel erg lang haar tot en met hier. Toen gingen we knippen. Dit is de diploma wat ik heb gekregen. Hoe blij ben je met dit diploma? Heel erg blij. En waarom? Omdat ik ben ik ben soort van de eerste die zo'n diploma heeft. In het zo jong. Charlie hoopt nog heel veel mensen in zijn stoel te krijgen en vooral te kunnen oefenen. Gelukkig is zijn moeder kapster geweest, dus tips genoeg. Ik kan het opnieuw, hè? Wat vind je ervan? Tevreden klant dus.